Ik ben Twan Manders. Ik ben Twan Manders. Mijn naam is Twan Manders. Ik ben de lijsttrekker van de Libertarische Partij. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Wat betekent dat, een Libertarische Partij? Nou, het libertarisme is een filosofie die zegt dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven. En dus op zijn eigen lichaam en dus ook op zijn vruchten van zijn arbeid. Maar dat zeggen toch eigenlijk alle partijen? Dat vindt iedereen? Nou, nee, want wij zijn de enige partij die pleit voor het afschaffen van de inkomstenbelasting bijvoorbeeld. En de inkomstenbelasting is een schending van dit recht, het recht op de vruchten van je arbeid. Ja, ja, dat is een soort filmpje. Jongen, het soort filmpje. Ja, met die ballon hoor. Oké, kunnen we gaan? Dus wat zeggen we nou? Oké, de overheid is het probleem. Niet de oplossing. De overheid is het probleem. Belasting is diefstal. Daar zijn hier niet goed in. Jongens, we zijn het Hol van de Leeuw. We gaan flyeren. We gaan de Haag op zijn kop zetten. We doen Let's do it. Je hebt de flyers. Ja. Libertarische partij. Dat blijft weer. Werken moet worden beloond, niet gestraft. Daarom is de Libertarische Partij voor het afschaffen van de inkomstenbelasting. Hoeveel zetels verwacht u? Nou, we hebben 50 kandidaten. 50 zetels. En ons grote voorbeeld is natuurlijk Ron Paul in de Verenigde Staten. Ron Paul staat in de peiling op zo'n 17% van de stemmen. Als we dat in Nederland toch zouden kunnen evenaren, zou dat op zijn 26 zetels neerkomen. De overheid is het probleem, niet de oplossing. Lijst 14, Libertarische Partij. Wees vrij. Zoiets? Als u straks 26 zetels haalt, waar het naar uitziet, hè? Dan komen toch niet al deze gekkies die u nu bij u heeft in de Kamer, of wel? Ik zei al dat we 50 kandidaten hebben. En... Zitten zij toch niet bij, hoop ik? Het is diep triest. Maar mijn filosofie is, je kunt er beter mee lachen dan mee huilen. En als iets diep triest is en je hebt de juiste mindset, dan kun je er ook om lachen, om die idioterie. Maar maak er eens een grap over dan. Maak er eens een grap over. Ja, nu zet u mij voor het blok. Ik kan geen grap maken op commando. Dat gebeurt, hè, in Den Haag, voor het blok. De overheid is het... probleem. En niet de oplossing. Stemlijst 14, de Libertarische Partij. Hey.